dat zie ik er echt niet te doen uit vandaag. Hallo allemaal, we gaan mijn kamer een makeover geven en verbouwen en opruimen. En dat gebeurt niet vaak. Haar kamer is gewoon één zwijfstal. True. Ik hou wel van je. Ja, nou ja. That's me, gotta live with it. I'm a real vlogger, man. I'm a real vlogger. Hier stonden heel veel spullen. Hier stond de kledingrek. Daar is een bureau, die komt daar te staan als het goed is. Nou, dit is de bende. Ik vind het meevallen voor mij nu. We gaan eerst eventjes dat stofzuigen. Doos daar neerzetten, bureau daar neerzetten en dan... Ja. Let's do this, man. Ja. Oh, je hebt hier gewoon een stofzuiger staan. Oh my god, dat is echt goals. Ik wil ook een stofzuiger in mijn kamer. Oh my god, goals. Stofzuiger in mijn kamer. Before you came round, I was heading for a small disaster. Before you came round, I was ready to blow me down. Deze beelden gaan echt te gek worden. Oh my god, ben je aan het filmen? Ja. Rihanna. Oh, dat is zo lief. I'm gonna make a sound. It falls alive. Als je leven een keer over zou kunnen doen, wat zou je dan over willen doen? Dat YouTube Gathering in je zomerfestival, concerten waar ik ben geweest. Ik heb niet echt veel dingen die ik over zou willen doen. Wat vinden jullie van puddingbroodjes? Nou, pak ik niks aan. Wat willen jullie nog een keer samen doen? Op vakantie. En dat gaat gebeuren. Nou ja, het gaat denk ik sowieso gebeuren. Het is alleen nog een vraag op wat voor manier. Als het niet doorgaat, gaan we alsnog wel gewoon een halve week naar de scheiding of zo. En ik wil ook een keer naar een première of zo samen gaan. Ik wil naar een festival met jou. Ook. Halsey of Panic at the Disco? Panic at the Disco. Ja, voor mij allebei. Ik kan echt niet kiezen. Welke YouTuber was of is nog steeds je grootste voorbeeld? My Life is Eva. Ik heb echt meteen zo. My Life is Eva. Dennis van On Fire. Oma! Oma! Blackery, vertellen jullie elkaar altijd alles? Tot nu toe best tot wel. Tot nu toe eigenlijk wel alles. En dat is het leukste wat jullie samen hebben meegemaakt. De eerste keer dat we afgesproken was Tienerdag. Dat was heel erg leuk. Ja, maar het was zo raar, want we kennen elkaar echt helemaal niet. Gewoon. En ik eigenlijk, dacht, ja. Hey, laat ik Lois meenemen naar Tienerdag. En het was fucking leuk. Dat was gewoon het allereerste. En ik vond nog steeds heel erg leuk dat we dat hebben gevlogd. Ja. Dan gewoon de allereerste. Het was gewoon onze eerste keer dat wij met z'n tweeën waren. Ik vond het heel grappig toen we elkaar gewoon gingen meeten nadat ik van stage kwam. En jij kwam van een première en maandverband incident met koekjes. Dat is echt zo. Oh mijn god! Oh, sorry! Dat is echt iets wat ik niet meer ga vergeten. Want ik had koekjes in mijn tas en Marij die wilde eten, want die had honger. En dus ik pakte die pakje koekjes en toen zat er een maandverbandje opgeplakt. Wel schoon. Maar ik kwam er dus later achter, dus ik zat echt een half uur in de trein met dat pakkoekjes. Die maandverband!
Het is echt zo'n kus. Hij zat even te kijken, wij staat elke keer waarom kijkt hij zo? Kijk, trillen. En Marije die begreep het eerst nog niet. Dus ik zat heel veel, oh my god. Zo erg. Maar het was niet het leukste moment. Nee. Leuke herinnering. Stad in. Bagels en beach eten. Ik vond de laatste leuk toen we met mijn moeder en mijn stiefvader gingen mieren. Dat vond ik ook leuk. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? We gingen naar een meetup, Eindhoven meetup volgens mij. Ja. En toen werd ik in een groepsapp gegooid. En daar zat ik ook in. Ja. Ja, en ik had tegen Emma gezegd, ja, ik weet niet of ik ga, want ik heb geen zin om helemaal alleen te reizen. En er woont echt niemand bij mij in de buurt. En toen kwam ik dus in die app, later, omdat ik niet wist wie Marije was, dus ik had er in mijn mobiel gezet van een YouTuber. En toen moest ik keihard lachen. Nou ja, uiteindelijk bleek dat we gewoon in hetzelfde dorpje wonen. Ja, en dus gewoon een kwartier fietsen. Toen gingen we samen reizen, ja. Dat was de eerste keer. Ja, toen was het ook niet echt een hele erg klik of zo. Dat was voor... Nee, maar toen zat ook echt zo in het feit van... Hey, ik weet niet wie je bent, weet je wel. Het was niet awkward. Het was niet awkward, maar het was gewoon zo van... Wie ben jij? Ja. We kennen elkaar totaal niet. En Emma was zo, oh, jullie kunnen wel samen reizen. En wij zo, oké. En daarna was het, oh, gaan jullie naar Tina Roos? Wat is echt iets typisch jullie? Een soort ritueel of zo? Nou, Rocky Road. Rocky Road. Dus Marijn en ik gaan Rocky Road maken. Yeah! Ben ik een onaardige fan? Oh my god, Nicky, please. I was kidding. Ja. Okay. Ja. Je bent heel lief. Als je met iemand uit de serie of een film een relatie zou kunnen hebben, wie zou dat dan zijn? Nate Archibald. Dan Humphrey. Nee, Damon Salvatar! Ja, Klaus! Per serie, dan is het voor mij Dan Humphrey, Damon Salvatar en The Pretty Little Liars is het nooit die! Nee, nee, ja, nee, 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 room tour. Yeah. You have the chair. You have the bureau. And the television that is in the middle of the room. Hoi, ik ben even knol. Marije gaat nu weer naar huis. We zijn sinds vrijdag tot zondag. Ik ben gek van je. En ze mag echt even oprotten. Dankjewel voor je hulp. Graag gedaan, Marije. Je had het zonder mij toch niet gedaan. Nee. Nee. Dus het eindresultaat is best wel leuk geworden, vind ik. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie de volgende keer. Ja, doei!